Het is zaterdag 25 november, de dag waarop de Oranje Dames in Nieuw-Zeeland de halve finale speelden van de HWL Finals. Vandaag de gast in shoot, onze vaste analist Kim Lammers. We gaan beginnen. Nou, leuk dat jullie weer kijken. Kim, jij bent vandaag aanwezig om de prestaties van Oranje onder de loep te nemen. Die halve finale tegen Zuid-Korea. Ja, welkom natuurlijk weer. Ik vraag me toch wel af, hoe heb jij vanmorgen de wedstrijd gekeken op zaterdagochtend? Ja, nou, ik werd heerlijk verwend met een ontbijt te bed. En een kopje koffie. Oh, ja. En de laptop. En toen hebben we in bed eigenlijk de wedstrijd zitten kijken. Echt waar? Op het laptopje? Ja, ik heb... Croissantje, Dana-rolletje. Nee, gewoon een gezond havermoutontbijtje. Gezond havermoutontbijtje. Dat is een prettige omgeving om een wedstrijd te kijken. Zeker, dat is heerlijk. Hey, voordat we verder gaan met jouw analyse, jij laat straks jouw analyse los op de wedstrijd, gaan we allereerst even kijken naar de hoogtepunten van die halve finale tegen Zuid-Korea. Nederland-Korea, de halve finale van dit World League toernooi in Nieuw-Zeeland. Dit is de zesde minuut van de wedstrijd. Prima combinatie van Nederland. Uiteindelijk op de bal terecht bij Krekelaar. En die scoort de 1-0 voor Nederland. Uitstekende combinatie daar op de kop van de cirkel tussen Marloes Ketels en Xander Waard. Die tikt de bal naar Krekelaar en zij scoort haar vijfde doelpunt van dit toernooi. En daarmee is ze topscorer samen met de Argentijnse Delfina Merino. Nederland veel beter dan Korea in die beginfase. Dit is het tweede kwart. Paas binnendoor is schitterend van Dirksen van den Heuvel op Phoenix. Die heeft het voor het uitkiezen daar voor de goal. En is het uiteindelijk Laurien Leurink die de 2-0 scoort voor Nederland. Na die schitterende paas van Malou Phoenix. Voorbereidend werk was van Carly Dirksen van den Heuvel. En Nederland staat met 2-0 voor in het tweede kwart. Nederland won de poolwedstrijd al van Korea met 3-0 en staat nu dus met 2-0 voor. Dit is aan het einde van het tweede kwart de strafcorner voor Nederland. Maar Kaya van Mazakker pusht de bal keihard op de paal naast keepster Young. En zo blijft het 2-0 voor Nederland na deze push van Mazakker. Rust dan 2-0 voor Nederland. Dit is het begin van het derde kwart. Xander Waard met de bal en een overtreding van Young. Dat levert haar geel op en een blessure bij Xander Waard. Die valt op haar toch kwetsbare schouder. Daarin is ze al een keer geopereerd. En nu dus die overtreding van Young. Dat levert haar een gele kaart op een Nederlandse strafcorner. En Xander Waard in de Mitella komt niet meer in het veld. En hopelijk kan zij wel verder spelen dit toernooi. 3 minuten voor tijd. Kans voor Korea op de aansluitingstreffer. Maar de strafcorner gaat via Van Mazakker op de paal. Het levert Korea niet meer dan een lange corner op. Vlak voor tijd dus. Deze kans voor Korea op de 2-1. Maar het blijft 2-0 voor Nederland. En dat betekent dat Nederland zondagochtend gaat spelen in de finale tegen Nieuw-Zeeland. De 2-0 overwinning van de Oranje Dames betekende alweer de vijfde zege op rij dit toernooi. En ook weer werd voor de vijfde keer op rij de 0 gehouden. Misschien ook wel weer de kracht. Hè? We zeiden het eerder al, maar de defensie laat geen steekjes vallen eigenlijk. Hè? Nee. Ze staan goed te verdedigen. Ze worden ook niet echt getest. Je ziet vandaag dat Zuid-Korea met lange ballen probeert die bal naar voren te brengen. In de hoop dat Nederland misschien een keer een stopfout maakt. Dat gebeurt één keer, maar dan zelfs daarin... niet echt gevaarlijk. Volgens mij hebben ze 2 kansen gehad. Kleine kansjes. En dat is het. Dus verdedigend staat het goed. En ook aanvallend vandaag weer twee hele mooie doelpunten. Ja, eerder in dit toernooi wonnen ze met 3-0 van Zuid-Korea. In juni wonnen ze met 9-0 van Zuid-Korea. Je treft zo'n land dan nu in de halve finale. Hoe stap je dan als speelster het veld op? Hè? Is het dan toch minder zenuw omdat je weet, het is met alle respect toch maar Zuid-Korea? Kunnen we dat zeggen? Nou, weet je wat het lastig is met die vaak Aziatische landen? Die spelen heel verdedigend en heel compact. Ja. En soms zit daar ook een hele lastige wedstrijd tussen. En dat zal je zien, is dat net een halve finale dat je niet door dat verdedigende blok heen komt. Ja. En dat het zomaar op shootouts uit kan lopen. Ja. Dus ik vond zelf tegen Aziatische landen niet altijd de leukste wedstrijden. Aan de andere kant, als je weet, in de wedstrijden ervoor maken veel doelpunten, creëren veel. Ja, is dat gewoon wel lekker hoekje. Ja, Nederland maakte in de eerste kwart dan een prachtige 1-0. Hè? Die 1-0 kwam dan uiteindelijk weer van Maartje Krekelaar de stik. Ja. Prachtige goal, hè? Ja,
Prachtig hoe ze daar zo tussendoor hockeyen combineren. En die bal die valt, stuit je erin. Ja, dat is gewoon echt spitsinstinct. Bam! In één keer die bal raken en schieten. Heerlijk, ik kan dat dan gewoon voelen. Dat zijn de lekkerste ballen die in één keer voor je neus komen en dan gewoon rammen. Ja, ja, het moment van de wedstrijd volgens jou? Of is er een ander moment waarvan je zegt van nou, dat was voor mij het moment van de wedstrijd? Ja, ik heb een ander moment. Een prachtige goal van Maartje. Maar de paas van Carlien Derksen van de Heuvel op Malou. Ja. Die over rechts binnenkomt. En dan ook hoe mooi ze dat uithokje. En een volle cirkel. Maar je ziet Maartje Kreeklaar die in de bal komt. De bal niet krijgt. Dan staat Laurien daar klaar. Maar ook de tweede paal is goed bezet. Ja. Dus ja, gewoon een schitterend uitgespeelde combinatie. Ja, en het was eigenlijk de paas die de hele 2-0 inleidde. Hè? Ja, echt van Carlien echt een schitterende steekbal. En ja, daarmee zet ze gewoon de aanval van Oranje in een overtal neer. En dan spelen ze dat ook nog prachtig uit. Ja, onze verslaggeefster Merel Barreveld is in Nieuw-Zeeland. Zij sprak na afloop van het duel met Laurien Leurink. Dus laten we even kijken naar haar reactie. Ja, ze waren echt flink fysiek. Ik denk dat het een goede voor morgen is. Want Nieuw-Zeeland is ook zeker fysiek. En ja, we hebben het redelijk doorstaan, denk ik. Ja. Ja, want jij werd aan het eind van de wedstrijd ook nog even gesandwiched. Je zit hier nu ook met een, ja, iets op je knie om het koud te houden, denk ik. Kan je vertellen wat er gebeurde en of je er veel last van hebt? Ja, was op de kopcirkel en kreeg een beuk van een Koreaan. En uiteindelijk gelukkig een corner. En mijn knie is eigenlijk ook een beetje uit voorzorg. Ik heb er al best wel lang last van. Dus nu even uit voorzorg, even meteen ijzen. En ja, op naar morgen. Nou, dat was Laurien. We zagen haar uitgebreid in gesprek met Merel. Laurien geeft ook aan, het was echt een fysiek duel. En dat, ja, er waren veel confrontaties in het veld ook. Hè? Ja. Xan zagen we uitvallen. Is dat zorgwekkend? Ja, ja, die heeft, zoals je ziet, speelt ze al met een soort van brace voor de arm, of hoe je dat ook noemt. Ja. Omdat ze is al eerder geopereerd met die schouder die volgens mij makkelijk luxeert. Ja. En dat was wel een beetje een nasty overtraining ook, hoor. Stik haken. Ze valt er echt op. Ja, ik kon er even moeilijk naar kijken, omdat je weet hoe kwetsbaar die schouders zijn. Dus ik hoop echt dat dat niet ernstige gevolgen heeft en dat ze inzetbaar is. Maar sowieso dat die arm niet kapot is of niet beschadigd. Nee. Het kan ook de schrik zijn natuurlijk, hè, omdat het kwetsbaar is dat als ze zo valt. Ja, en dat we dan ook maar direct gaan eisen. Hè? Want ze zit op de bank, helemaal ingewikkeld. En, ja, hoop dat meevalt, hè, dat zij morgen kan aantreden in dan die finale tegen Nieuw-Zeeland. Ja. Ik wil toch even hebben over die knock-outfase dan van deze HWL-finals. En voorafgaand aan het toernooi zei iedereen ook van, nee, die poolfase is leuk. Maar die kwartfinale, dan gaat het vuurwerk komen. Hè. Het zijn natuurlijk mooie potjes tegen China en Zuid-Korea. Ze spelen goed. Maar het is dan toch China en Zuid-Korea wat je dan in die eindfase treft. Is niet het spektakel wat we misschien wel gehoopt hadden. Nee, en aan de andere kant ook weer wel. De andere kwartfinale, Nieuw-Zeeland-Argentinië, daar komt dan heel verrassend Nieuw-Zeeland als winnaar uit. Na 3 verloren poolwedstrijden. Ja. Dus is de opzet leuk? Is het helemaal terecht? Kijk, als je super goed die poolfase doorkomt, is het heel vervelend. Aan de andere kant is het ook heel mooi om finales te spelen. Ja. Dus ik vind het jammer dat we niet in Argentinië ergens nog zijn tegengekomen. Nederland heeft al een tijdje niet tegen Argentinië gespeeld. Ja. Dus die had ik graag nog wel, had ik gewoon een mooie wedstrijd gevonden. Ook om te zien, waar staan ze nou? Hè? Ja. Als ik nu naar het hockey kijk, staat Nederland voor mijn gevoel hier. Ja. En de rest hier. Het gat is heel groot. Ja, het verbaast me daar wel over. Ja, het is een heel mooi goed verdienste van Nederland. Dat we zo makkelijk en goed opleiden, dat ze zo instappen. Ja. Maar ik vind het verschil echt groot. En dan het gat opvullen bedoel jij van het wegvallen van een aantal belangrijke gelauwde speelsters, die vielen dan weg. Er staat gewoon heel veel jong talent klaar die dat dan ook gewoon direct goed invult. Ja, goed doen. En als je ziet ook hoe ze invallen. Hè. Kijk Maartje Kreeklaar, die even 5 doelpunten maakt. Maar ook Pien Sanders. En wat ik ook heel leuk vind, want vergeet niet dat ook in Irene van Assem, die wat ouder is. Ja, die vind ik ook gewoon nu echt hartstikke goed meedoen. Ja. En Malou ook. Dus dat is alleen maar heel leuk en een mooie ontwikkeling voor het Nederlands hockey. Ja, goed nieuws. Onze verslaggeefster Merel, we hoorden haar net al in het interview met Laurien. Laurien Leurink. Merel maakt ook voor elke aflevering van Shoot een vlog. En vandaag zien wij hoe zij langsgaat in het hotel en daar een rondleiding krijgt van Pien Sanders en Julia Remmerswaal. Hier zit Lied en Maria. Ja, Liedewij Maria. Dat is de bijnaam van Liedewij. Ja. Een schuilnaam. Lola en Stitch. Want ja, ja. En mama Maria, daar hebben we verzonnen op het EK. Want we waren in Barcelona een wedstrijd aan het spelen.
En toen was de sport bezig en die ging toen zo'n liedje doen. Mama, mama, mama. En dan Ria, Ria. Dus wij doen elke keer als mama, doen we dat. Dat was weer een mooie vlog van Merel. We zagen, hè, ze loopt door die gang heen van het spelershotel, de gang van Oranje. En overal op die deuren naambordjes gemaakt door, ja, de speelsters met alle bijnamen. Was dat in jouw tijd ook zo? Ja, ja, wij hadden ook altijd bijnamen. Ja. Er stond bijna niemand, denk ik, met zijn eigen naam volledig op de... Ja, ik kan Ellen niet zo snel en Naomi, op een gegeven moment, wij werden de Sjanen. Ja. En ze noemen elkaar Sjaan, maar volgens mij stond dat niet eens bij mij op de deur. Waar komt dat eigenlijk van, ja, de Sjaan? Ja, dat is een heel... Ik weet niet eens, precies, volgens mij in de radio een keer dat we... Een beetje met gekke namen. En toen Chanelva. En dat ging er namelijk helemaal stuk van. Chanelva heette. Ja. En daar hebben we Sjaan van gemaakt. Nou, heel mooi. Dus die is gewoon Sjaan gebleven. Zo is het. Geen andere gekke dingen. Wat je hier ook in shoot gewoon kan zeggen, hoor. Maar, nee, geen hoor. Andere nee, geen andere gekke dingen. Heel goed. Terug naar het toernooi. Hè. Oranje is met 7 mijlslaarzen door naar die finale. Daar wacht Nieuw-Zeeland. Hè. Je zei het net al. Hè. Verrassend. Alles verloren in de poolfase. En dan presteert zo'n land het toch nog om zich... Hè, op te richten, wederopstanding van Nieuw-Zeeland. Ja, hoe verklaar je dat zij dan toch die finale halen? Ja, nou, ik denk dat ze een groot toernooi in eigen land spelen. Ja. Ja, daar komt extra druk bij kijken. Vrienden die kaartjes willen, mensen die betrokken willen, ja, zijn, erbij willen horen. Het is allemaal nieuw voor ze. Ja, het is allemaal nieuw. En dus misschien heeft dat wat tijd nodig gehad. En ook, ja, alles of niks. Weet je, ja, 3 wedstrijden op rij verloren in de poolfase. Ja, wat heb je dan te verliezen? En dan, ja, kan er ook gewoon wel een soort druk afvallen. En nogmaals, er zitten gewoon echt een paar hele goede spelers in. Ja, ja, nou, ze hebben het in de knock-out fase supergoed gedaan. Hè? Argentinië verslagen, Olympisch kampioen Engeland hebben ze naar huis gestuurd. Ja, moeten wij ons zorgen maken? Want Nederland won natuurlijk wel in de openingsduel met 4-0 van Nieuw-Zeeland. Ja. Nou, zorgen maken denk ik niet. Nee. Maar ik hoop op gewoon een mooie, gelijkwaardige, spannende... Ik heb zin in een spannende finale. Ja, en dan zie ik Nederland uiteindelijk wel winnen. Want, ja, in Nederland vind ik gewoon over... op elke plek gewoon beter. Ja. Maar ik heb wel zin in een beetje een spannende finale. Moet een beetje spannende finale, ja, worden. Het zou een mooi slotstuk zijn, ja, van dit toernooi. Ja. We gaan het zien morgen, die wedstrijd, dan ook weer bij Ziggo Sport om dezelfde tijd als vanmorgen. 7:55 wordt die uitgezonden. Dus nou, we kunnen allemaal weer gaan kijken. Vanuit het bed, croissantje erbij en dat soort dingen. Perfect moment. Trouwens, Maartje Pauwman was hier maandag te gast. Ja. Om ook die over Oranje te hebben, maar ook over haar boek die deze week uit is gekomen. Ja. Heb jij al iets in dat boek gelezen ook? Nou, net heel even snel. Hij staat hier, ja. Ja. Ik ga mezelf cadeau doen en dan lekker op vakantie ga ik hem lezen. Ja, denk, ja, jij dat er bijzondere dingen over jou in staan ook? Nou, heb jij, ik zag net al even snel iets staan. En sowieso, ja, alles wat erin staat is bijzonder. Want ik denk dat Pauwme echt een fantastische speelster is. En een voorbeeld voor velen. En een, ja, ik denk een heel prachtig boek. Met, nou, wat ook laat zien dat iedereen denkt dat het allemaal fantastisch is en allemaal mooi is. Maar, mm-hmm, ook de keerzijde van topsportbedrijven. Ja. En mooi. Het zijn namelijk ook mooie herinneringen waar ik deel van uitgemaakt heb. En dat is gewoon, ja, gaaf om terug te lezen. Komt veel, we gaan het zien. Kijken of er veel in voorkomt. Het is trouwens wel leuk voor jullie kijkers. We hadden dus maandag toen Pauwme te gast was, hadden we een oproep gedaan van wie wil dit gesigneerde boek van Maartje hebben. Er is een winnaar uitgekomen. Dus allemaal bedankt, ontzettend bedankt voor het reageren. Maar er is een winnaar uitgekomen. Die staat hieronder in beeld. Dus wij zorgen dat dit boek zo snel mogelijk naar je toe komt. En ja, dat was hem eigenlijk alweer, Kim, voor, ja, deze, voor vandaag. Ja. Bedankt weer voor je komst. We gaan elkaar ongetwijfeld snel weer zien. Ja. Voor nu gaan we eruit met de battle van de dag eigenlijk. En dat is een battle tussen Pien Sanders en Irene van der Assem. En de battle is speedtapen. Dus hoe snel draai jij je gripje om je stick heen? Ja. Nou, we gaan er daarmee uit. En nogmaals, hartstikke bedankt voor je komst. Dankjewel. Duidelijk mooi, maar ja, jij was wel eerder. Nee. Nou, oké, ik ben niet eerlijk geweest, zij mag.
Wat heb jij gedaan? Oh, of ook allebei weer. Wat heb jij aan de buitenkant? Ik vind dat Ia gewonnen. Ja, ik vind dat Ia gewonnen. Ik win het eerlijk.